Jack, ja, we hadden net Marciano Mengering buiten staan. Die stond er een beetje vol ongeloof. Wat overheerst bij jou? Ja, enorm teleurgesteld natuurlijk. En, vooral omdat ik vind dat we gewoon zeker de eerste helft gewoon een goede pot neerzetten. We komen 1-0 voor en meer dan terecht. En we zijn de baas op het veld. Het enige wat de AFC doet is counteren. Dat is een goed recht natuurlijk, maar we zaten gewoon goed in de wedstrijd. En dan kom je 1-0 voor en dan door zo. Ja, het was wel knullig, hè, die doelpunten die wij weggeven. De 1-1, misverstand tussen de afdediger en de keeper. Kunnen ze hem zo inschieten, is eigenlijk niet eens een kans. Ja, en de 2-1 is natuurlijk ook weer... Weet je, communicators was dat, lagen de 2-3-4 op de grond, geloof ik. En we laten de bal zo nemen. We kunnen er ook voor staan, want iedereen stond daar. Ja, een lopende speler en dan gaat alleen op de keeper af en schiet hem erin. Dus het is wel... heel teleurstellend en gewoon volkomen onnodig, naar mijn idee. Ja, want nu heb je het inderdaad over die tegendoelpunten. Zijn dat dan momenten die je nog gaat analyseren? Of vergt het nu iets heel anders, omdat je toch die spanning weg moet houden? Dus heeft dat nog zin? Ja, maar ja, zo'n eerste call, ook die tweede, als ze dat zien. Als ze voor de bal gaan staan, wordt die niet genomen. En dan hoeven we niet echt te analyseren. En die eerste call, ja, als er een misverstand is tussen keeper... Ja. Neem het zeker, wordt onzeker en geeft die bal gewoon een schop. Maar uiteindelijk al hadden we gelijk gemaakt, hadden we toch niet uitgemaakt. 3 punten of 2 punten, we moeten volgende week gelijk spelen. Dan gaan we voor de derde keer naar ergens naartoe met de schaal, waar een schaal is. Dan moeten we maar pakken een keer. Nou ja, je weet hem, 3 maal is scheepsrecht. Maar dit lijkt me wel wat doen met het zelfvertrouwen, kopjes omlaag. Ja, uiteindelijk wel ja, maar... Kijk, er werd ook gezegd van vorige week teleurstellend. Maar vandaag zag je gewoon een ploeg die zeker de eerste helft. En ja, natuurlijk komt er, als hij 2-8 komt, dan ga je misschien wat te gehaast spelen. En dan een paar onnodige overtredingen worden er dan ook gemaakt. Ja, dan is het niet het beste wat je dan ziet. Maar ik vond de eerste helft gewoon goed. Ja, dus je hebt echt verschil gezien met vorige week, dat wel? Ja, wel degelijk. Ja. Vandaag zag ik een ploeg die... Je wilt echt wilde winnen, wel. Dat wil je vorige week ook al. En dat kwam er vandaag ook uit. We waren de baas op het veld. Alleen ja, die 1-1 en die 2-1. Wat een klappen waren dat. Dat is echt zo onnodig. Zo zonde. Hoe ga je ervoor zorgen? Of hoe probeer je dat jullie niet bezwijken onder die druk? Ja, het is nu zaterdag 10 minuten na de wedstrijd. We moeten gewoon, je moet jezelf bij elkaar rapen. En volgende week nogmaals naar Kozakkenboys. En je ziet ook aan Kozakkenboys, die wint ook niet makkelijk. Ja, ze zullen toch wel van ons moeten winnen om kampioen te worden. En wij moeten daar naartoe gaan om een goede wedstrijd neer te zetten. En minimaal een punt te halen. Oké, om een punt kan je niet spelen. Dus je gaat toch spelen om te winnen. Dat doet Katwijk altijd. Dan ga je deze week gewoon 3 keer trainen of ga je iets anders doen? Ja, nee, maandag zijn we vrij. En dan trainen we dinsdag en donderdag. Ja, want trainen voor zo'n wedstrijd hoeft eigenlijk ook bijna niet. Nou, je moet wel zorgen dat je fit bent. Dus spelers moeten wel behandeld worden en uitlopen en dat soort dingen meer. Maar inderdaad, je hoeft niet meer op conditie te trainen. Verwacht je slapeloze nachten bij jezelf? Nou, ik ga dan wel zo laat naar bed dat ik uiteindelijk wel slaap. Ja.